Deelnemers, start vrij. Voor de 1100 meter koers van vanavond. De paarden gaan zich op dit moment formeren achter de vleugels van de startauto. En bij het startvrij is nog altijd favoriet. Paard nummer 5, Zazu Enselens en Jan Thijs de Jong. Nog 100 meter. Vijftig meter nog. De start is gevallen, de paarden onderweg. En wat een start aan de binnenzijde voor Evi Zon. Die kan het dus wel degelijk. Maar in het midden van de baan komt daar Edo Venus naar voren in het achterveld. Twee paarden met de wielen in elkaar. En dat leidt uiteindelijk tot een galoppade. Uitgeschakeld paard nummer 8. De 8 gaat eruit. En de andere galoppade was er voor paard nummer 3. We gaan op weg naar de rechterlijn voor de tribune. En Edo Venus en Aad Pols, die hebben de leiding in handen genomen. Dat is beduidend beter dan de vorige keer toen ze dit probeerden. Toen kwamen ze van achteraf het hele veld voorbij. Aan de buitenzijde is het dan Evi Zon. John de Leeuw wilde niet ingesloten raken. Maar op de rug van Edo Venus is het dan oud-stalgenoot en compaan op de korte baan Hyperflying. Achter deze deelnemers hebben we dan aan de buitenzijde Zazu Enselens een 2,5 lengte verder weg. Sierra Angel, het blijven toch spectaculaire koersen. En we gaan dan op weg naar einde overzijde. En dat doen we met aankop van het veld nog altijd Edo Venus. Evi Zon aan de buitenkant. Aan de binnenzijde kan Hyperflying geen kant op. En aan de buitenzijde maakt Jan Thijs de Jong zich zo langzamerhand klaar om in de aanval te gaan met Zazu Enselens. Maar het valt nog niet mee. Paarden zijn halverwege de laatste bocht. Met Edo Venus en Evi Zon in een geweldige tweestrijd verwikkeld. Met aan de binnenzijde, ja, een paard dat geen kant op kan, denk ik, John Dekker met Hyperflying. En aan de wijde buitenzijde komt daar dan die aanval van Zazu Enselens. Maar Edo Venus heeft nog altijd de leiding in handen in de laatste rechte lijn. Vecht voor zijn leven. Heeft nog een halve lengte. Maar daar komt Evi Zon met één laatste jump. Edo Venus echter uitstand. Dat is de 4 die het wint voor de 1. Dan de 5. Ja, en hij had er wel overheen gewild, Hyperflying. Die kunnen we onthouden voor de volgende keer. Maar ik moet nu genoegen nemen met plek 4.